Mensen met de chronische longaandoening COPD moeten regelmatig naar het ziekenhuis voor controles en behandelingen. Deze bezoeken zijn voor de patiënten erg zwaar vanwege hun beperkte longinhoud. In het oosten van het land is daar nu een oplossing voor, de dienst COPD in beeld. En u voelt zich verder goed? De grote voordelen voor de patiënten, maar ook voor ons, zijn eigenlijk dat de patiënten gezien worden op het juiste moment. Dat ze een longaanval hebben. En dan kunnen wij in een coachende rol, waarbij we echt de patiënt echt letterlijk in beeld hebben, heel goed met de patiënt meekijken wat er aan de hand is. En op dat moment ook de goede interventie plegen. De eerste resultaten zijn dat het met de patiënten gewoon goed blijft gaan. Dat ze minder in het ziekenhuis komen voor opnames en minder voor polykliniekbezoek. Met COPD in beeld sturen de patiënten 2 maal per week hun waarde door met de cVitals app van FocusCura op een iPad. Deze worden gemonitord door gespecialiseerd verpleegkundigen op het Medisch Servicecentrum in Varsseveld. Is er een afwijkende waarde, dan is er videocontact met de patiënt of kan de longverpleegkundige worden ingezet. Het voordeel van deze werkwijze is dat de patiënt nu alleen maar ziet als er ook echt wat aan de hand is. Het Medisch Servicecentrum heeft de klacht al gefilterd. Ik kan direct contact opnemen via het videobellen en kan zien wat er met de patiënt aan de hand is. En samen kunnen we kijken of de klachten kunnen beperken. Ik hoef minder vaak naar het ziekenhuis toe, wat voor mij echt een zware belasting is. En ik heb het gevoel dat ik 2 maal in de week word ik toch gecontroleerd, wat veel rust geeft voor mij en voor mijn familie. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en thuiszorgorganisatie Sensire werken al een tijd samen met zorginnovatiebedrijf FocusCura aan de ontwikkeling van COPD in beeld. Vanaf het nieuwe jaar komt de dienst breed beschikbaar en wordt deze bovendien volledig vergoed door zorgverzekeraar Menzis. Met COPD in beeld kunnen patiënten langer thuis blijven en thuis behandeld worden. Dat is voor hen beter en voor ons allemaal, omdat er meer mensen geholpen kunnen worden voor hetzelfde geld. Ik denk zeker dat het een uitkomst is en zeker voor de gericht op de toekomst. Het aantal mensen met COPD stijgt snel. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat de chronische longziekte in 2020 wereldwijd de 3e doodsoorzaak is. Met de financiering en opschaling van COPD in beeld neemt Nederland op het gebied van innovatieve COPD-zorg een koploperspositie in Europa.